Doe maar helemaal naar Westmalle voor zo'n idiote tentoonstelling bezigheidstherapie voor derde leeftijders. Je doet een Lanco Vital een enorme plezier mee. Hij is trouwens voorzitter van de Bond van Gepensioneerden. Programma, meneer? U mag geven wat u wilt. Marcel en familie, wat ben ik blij dat jullie gekomen zijn. Exposeer jezelf ook, Lanco Vital? Het bestuur heeft erop aangedrongen dat de voorzitter zou meedoen. Ik heb terug een paar vogelverschrikkers in elkaar geknutseld. En daarmee was mijn rommelhok ook eens opgeruimd. Kijk maar rustig rond. We wachten enkel nog op de burgemeester voor de officiële opening. 50.000 euro? Santire, dat is overdreven. Het is een koopje, burgemeester. Mijn laatste werk uit de cyclus Koeien van Letters. Straks krijg ik een vertegenwoordiger van Altis Art Gallery op bezoek. De absolute top in Amerika. New York is geïnteresseerd in mijn werk. De prijzen zullen exploderen en dan word ik gewoon onbetaalbaar voor de modale kunstliefhebber. 50.000 euro, zei je? Vooruit dan maar. U doet de zaak van uw leven, burgemeester. Mest Wallen is trots op een kunstenaar van jouw kaliber. Santire, wanneer exposeer jij nog eens in onze gemeente? Daarvoor is het nu te laat voor burgemeester. Ik ben de plaatselijke parochiezaal ontgroeid. De parochiezaal? Ik word er dringend verwacht voor de opening van de jaarlijkse tentoonstelling van de gepensioneerden. Volgens onze secretaris is de burgemeester onderweg. Hé, waar is mijn lieve nichtje? Fanny is naar de luchthaven om een vriend uit te wijzen. Heeft ze een nieuwe lief? Wat zou hij eens kunnen? Ik zal je missen, Nick. Alleen thuis, terwijl jij helemaal in New York zit. Ik kom toch.